kreeg de vraag over hoe je nu een schaduwrand bij een foto maakt. En ik ga even uit van deze foto. Om hier een schaduwrand omheen te maken, moeten we eigenlijk de foto groter maken dan dat die nu is. Deze foto is 1500 pixels breed en 1000 pixels hoog en dat is eigenlijk te klein. Het is niet zozeer dat de foto groter moet worden, maar eigenlijk meer de ruimte waarmee we moeten werken. En dat wil ik doen met een transparante manier. Dus eerst ga ik eigenlijk deze foto met een transparante rand eromheen uitbreiden. Om dat te doen moet je als eerste zorgen dat de foto vrijelijk kan bewegen. Zou ik het canvas nu uitbreiden, dan kan dat alleen met een kleur. En ik wil juist geen vulling erin stoppen. Dus ik ga eerst mijn achtergrondlaag van de vergrendeling afhalen. Je ziet hier in het lage paneel een klein slotje staan en klik je daarop. Dan verandert de naam achtergrond in laag 0 en nu kan ik het canvas vergroten zonder dat het eigenlijk een kleurvulling krijgt. Om een canvas te vergroten ga ik hierboven naar afbeelding en dan kies ik daar canvasgrootte. En je krijgt het volgende venster voor je neus. Nu staat dit bij mij op procenten en dat zou betekenen als ik de foto bijvoorbeeld 10% breder maak en 10% hoger dat het ongelijk is. 10% breder betekent 150 pixels erbij. En 10% hoger betekent 100 pixels erbij. Dus dat loopt niet gelijk. Daarom zet ik het op pixels. En ik zet het even op relatief, zodat ik kan bepalen hoeveel pixels erbij komen zonder dat ik moet rekenen. Nou, zeg dat ik er 500 pixels in de breedte bij wil hebben en ook 500 in de hoogte. De plaatsing, die kan ik gewoon laten staan zoals het is. De pijltjes wijzen alle kanten uit. Dat betekent dat mijn verbreding van het canvas rondom gelijk is. Dus 250 links, 250 rechts en zo ook voor de hoogte. En ik druk op OK. Mijn canvas wordt aardig groot. En daar is op zich niks mis mee. We kunnen dat natuurlijk altijd later nog bijsnijden. Maar een groter canvas is wel fijn om te bepalen hoe het gaat met je schaduw. Om een schaduw toe te voegen doen we dat via het laagstijlenmenu. En dat vind je hierboven bij laag. En dan zie je daar laagstijl staan. En wat je moet hebben is een slagschaduw. Er opent zich een nieuw venster en dat schuif ik even opzij, omdat je in de achtergrond in de foto al kunt zien wat er gebeurt. De dekking van mijn schaduw die zet ik even op 100%, want dan is het duidelijkst. Je hebt vervolgens de optie hoek. Dat bepaalt eigenlijk vanuit welke kant de schaduw getrokken wordt. Nu wijst hij naar linksboven. Dat betekent dat de meeste schaduw rechtsonder zit. En dat is ook wel te zien. Daaronder drie sliders. De afstand. Ga je die vergroten, ga je je schaduw eigenlijk verleggen. Het spreiden van de schaduw. Dat bepaalt of hij een harde rand krijgt of een hele zachte uitvloeiing heeft. En de grootte van mijn schaduw. En daarmee kun je eigenlijk een beetje spelen. Maak de afstand niet te groot, want anders lijkt hij er erg onnatuurlijk uit te steken. Dan komt de foto eigenlijk te hoog te liggen. Maar varieer een beetje met spreiding en grootte. En als je denkt van dit is wel een aardige schaduw, maar veel te hard, dan zet je gewoon eenvoudig de dekking weer zachter. En ik druk op OK. Ik zie in mijn lage paneel dat er een effect onder mijn laag hangt, de slagschaduw. Dubbelklik je daar nu op. Dan kom je terug in het laagstijlenmenu en dan zou je eventueel nog aanpassingen kunnen maken. Hoef ik niet, dus ik druk op annuleren. In feite ben ik er nu. En ik heb nu twee opties voordat ik hem uitsnij. Ik zou er een witte laag onder kunnen plakken. Dat doe ik bijvoorbeeld via hier de aanpassingslagen en dan kies ik voor een volle kleur. En ik kies een witte kleur uit en ik druk op OK. Mijn kleurenvulling staat wel boven mijn foto, dus ik sleep mijn foto gewoon eenvoudig naar de bovenkant. En je ziet hoe het effect uitpakt. Je kunt er ook voor kiezen om de kleurenvulling weg te laten en hem dan transparant op te slaan. Moet ik hem uitsnijden? En ik wil natuurlijk keurig beginnen in de linkerbovenhoek. Dus ik zoom even daar een stukje in. En ik plaats daar een hulplijn, twee hulplijnen wel te verstaan. Zorg dat je linealen aanstaan, die staan bij mij bovenaan. Is dat bij jou nou niet het geval, klik hierboven op weergave en dan heb je daar linealen staan. En wanneer ik in de liniaal ga staan, dan zie ik dat ik een gewoon muispijltje heb. Hou ik dat muispijltje ingedrukt, kan ik een lijn naar beneden trekken die ik loslaat op de
bovenkant van de foto. En dat doe ik ook vanuit rechts. Dit is dus mijn linkerbovenhoek. En ik moet ook de rechteronderhoek markeren. Dus ik hou de H ingedrukt en als ik dan mijn muistoets indruk, krijg ik de totale foto te zien en een venstertje wat ik naar de rechteronderhoek kan slepen. En laat ik alles dan weer los, dan zoomt die daarop in. Ik moet wederom twee hulplijnen trekken. En dit keer pak ik dus niet de hoek van de foto, maar ik pak de onderkant van de schaduw. En het is gewoon even een kwestie van goed kijken waar dat eindigt. En dat is in dit geval hier. Nu heb ik dus de uiterste van mijn foto bepaald. En alles wat daar buiten valt, dat wil ik eigenlijk weg hebben. Dus ik ga hier een kader overheen trekken via het rechthoekige selectiekader hierboven. Zorg dat je stijl op normaal staat. En als je nu hierboven klikt, je hoeft niet heel precies te zijn, maar Photoshop plakt hem gewoon vast aan je linealen. En je sleept hem naar rechtsonder. Op een gegeven moment zegt hij ook weer klik in de rechteronderhoek. En je hebt nu alles geselecteerd wat je moet selecteren. Vervolgens kan ik dit gaan uitsnijden. En dat doe ik hierboven bij afbeelding. En dan zeg ik daar uitsnijden. En ik ga mijn selectie opheffen via selecteren. En dan heb je daar deselecteren staan. De hulplijnen heb ik nu niet meer nodig. Dus die gooi ik weg via weergave. En daaronder hulplijnen wissen te kiezen. En nu heb ik dus een foto op een witte achtergrond met een schaduw eronder. Zou ik de kleurvulling uitzetten, dan hou ik dus eigenlijk gewoon een transparante rand eromheen met die schaduw. Opslaan gaat vrij eenvoudig, gewoon als bestand, opslaan als. En in dit geval kies ik een PNG bestand, want PNG kan omgaan met transparante achtergronden. En ik zet hem even neer op het bureaublad. Ik krijg deze optie. Nou, ik kies altijd voor een grote bestandsgrootte. En als hij hem opgeslagen heeft, vind ik het prima. Sluit ik deze even af. Dit was oorspronkelijk een PSD-formaat, dus dat weet Photoshop nog. En hij vraagt wat ik daarmee wil. Nou, dat hoeft hij voor mij niet te bewaren. Ga ik een nieuw document aanmaken. En in dit geval maak ik dat 2500 pixels breed en ook 2500 pixels hoog. En ik geef het als achtergrondkleur een licht rode tint. En ik druk op maken. Hier ga ik nu mijn afbeelding inplaatsen. Via bestand en openen. En ik kies de foto in kwestie. Deze ga ik dus inslepen in mijn andere document. Dus ik ga gewoon naar het lagerpaneel. Ik houd de muisknop ingedrukt. Sleep hem hier naar boven, naar de andere foto, ga terug naar de foto en laat hem er bovenop vallen. En je ziet, ik heb er dus gewoon mijn schaduw onder hangen. Met het verplaatsgereedschap kan ik hem eventueel nog mee verplaatsen en je ziet, mijn schaduw blijft dus gewoon intact. En zoom ik nu in op die schaduwrand, dan zie je dat dat voorlopig nog in zit. Ik had hem eigenlijk boven iets beter uit moeten snijden, zie ik, want er had nog een klein beetje verloop naar boven gemoeten. Maar zo eenvoudig is het dus om een schaduwrand om een foto heen te plaatsen en hem als transparant op te slaan, zodat je hem kunt gebruiken op, weet ik veel waar, een website, social media. Kijk zelf maar. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken, tot de volgende keer en doei doei!